zijn natuurlijk niet slecht, maar ik denk dat wij beter zijn. Maar ik wil meegeven dat het niet makkelijk gaat worden. Welkom bij de FC Straat League, oftewel de grote helden van de kleine velden. Dit zijn voor nu de Street Captains. Dus denk jij dat jij met jouw team de nieuwe Street Captains kan worden? Zorg ervoor dat je lid wordt van fcstraat.com. Ik laat de linkje in de beschrijving achter. We gaan nu naar de uitdagers van de Street Captains en ze komen uit Roosendaal. Yes, de wedstrijd gaat bijna beginnen. Dit zijn de uitdagers uit Roosendaal en ze gaan zichzelf even voorstellen. Hoi, ik ben Esmee, ik ben 11 jaar, ik ben keeper en mijn specialiteit is 1-op-1 duels. Hoi, ik ben Rowan, ik ben 12 jaar, mijn positie is verdediger en ik ben technisch. Ik ben Brechtje, ik ben 13 jaar, ik ben aanvaller en mijn specialiteit is techniek en inzicht. Ik ben Jada, ik ben 13 jaar, mijn positie is middenveld en mijn specialiteiten zijn techniek en overzicht. Hoi, ik ben Isa, ik ben 12 jaar, mijn positie is aanval en mijn specialiteiten zijn duels en assisten. Je hebt de beelden gezien van de tegenstander, wat vind je van hun? Ze zien er wel sterk en goed uit, maar ik denk dat we het toch in gaan maken. Ze zijn wel sterk, maar we kunnen wel aan. Nou, ze zijn natuurlijk niet slecht, maar ik denk dat wij beter zijn. Ja, Lina, ik zag je met schuine oor luisteren. Wat vind je hiervan? Ik vind het, dat ze zo praten vind ik wel begrijpelijk, want ze willen natuurlijk winnen. Maar ik wil meegeven dat het niet makkelijk gaat worden. Ja, heel veel succes mensen. Ze gaan niet winnen, nee. Oké. Summer the snow. Ja, het wordt niet makkelijk, maar we mogen het beste winnen. Oké, niet makkelijk voor wie? Oké. Rosalie, Rosalie. Ik wens ze heel veel succes, maar het gaat niet makkelijk worden. Ja, het gaat heel lastig voor hen worden. Ja. 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 De game is on. Trouwens, we gaan nu even kijken naar de mooiste 3 goals van de vorige aflevering. Laat weten in de comments hier beneden welke jij het mooiste vond. Niet boven, maar beneden. Ze hebben ons nog niet gezien. Ik denk dat we het toch in gaan maken. Ze zijn natuurlijk niet slecht, maar ik denk dat wij beter zijn. Ze zijn wel sterk, maar we kunnen er wel aan. Ze zijn wel goed, maar wij gaan ze inmaken. Ik ben Malbondes, ik ben 20 jaar oud en keepster van de PEC Zwolle Vrouwen. Mijn naam is Dominique Bruinenberg, aanvoerster van de PEC Zwolle Vrouwen. Ik wil jullie heel veel plezier en succes wensen bij jullie eigen club en bij Touzani. Hoe kom jij nou in de Eredivisie? Altijd plezier houden, veel trainen en goed je best doen. Hou vooral superveel plezier en blijf zo lang mogelijk bij de jongens voetballen, omdat je daar sterker van wordt en sneller zult gaan handelen. Heel veel succes! Eerst even de belangrijkste mededeling van vandaag voordat we met de wedstrijd gaan beginnen. Ben jij een meisje of een dame en je bent nog geen lid van een veldvoetbalvereniging? Word lid! Alsjeblieft. Het is super leuk en over leuk gesproken. We gaan zo beginnen, maar eerst wil ik jullie laten weten dat ik de scheidsrechter ben. Maar het is de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk oplossen zoals we dat op de straten gewend zijn. Dit zijn de regels. We gaan nu pispoten om te bepalen wie er de bal krijgt. Pot, pis, pot, pis, pot, pis. Oeh. Yes, de bal is voor de Street Captains. We gaan zo beginnen. En er staat zelfs doek op het spel. Je kan €50 winnen per wedstrijd. De Street Captains hebben al €50 verzameld. Maar daar gaat het niet allemaal om. Het gaat erom dat we chill zijn met elkaar. Groet elkaar zoals we dat op de straten gewend zijn. Gaan
begin. Sorry, jullie hebben trouwens al 100 euro verdiend. Ik dacht even dat jullie pas één wedstrijd hadden gewonnen. Ik zei het net, hè? Ik dacht al, we worden opgelicht hier. Oké, nee. U bent een rekenwonder. Mevrouw, Summer, wat is jullie tactiek? We gaan veel samen spelen en we gaan elkaar veel tips geven. En we gaan heel erg veel wisselen en bewegen op het veld. Wat is jullie tactiek? Wij gaan gewoon hoog druk zetten voor in duels. En gewoon zorgen dat er niet langs onze verdediging komen. Luister, misschien ben je wel lid, maar de vraag is, ben je ook lid? Accepteer de punchline. Lid met de T en lid met de D. Sam, le ballon. We gaan beginnen in 3, 2, 1, go! Nu, Lina. Lina gaat schieten. Oh! Golasso! 1-0 voor de Street Captains. Eerste goal gelijk in de kruising, geen genade. Isa, goed ingespeeld. Oeh, Rowan wordt gelijk onder druk gezet. En Summer en bal daarachter in het water. Oh, even wachten, even wachten. Ze gleed uit, maar het was wel een mooi schot op de paal. Oeh, wordt hij binnengehouden? Dit is Summer. Summer en uitbal. Summer, ze mag indribbelen. Dat doet ze ook. Goed ingespeeld op Lina. Lina met een mooie beweging. Dat is Isra. Isra op Summer. Summer gaat schieten. Summer gaat schieten. Oh, cornerbal. Het is een corner voor de Street Captains. Het staat nog steeds 1-0. Dit is Isra. Isra, goed ingespeeld. Summer neemt aan. Summer kan terug naar de keeper. En uit. Speelt hem in. Isra vraagt de bal. Mooie shuffle. Speelt hem in op Lina. Lina kan schieten met links. Niet vergeten, je mag alles indribbelen. Oeh. Het is een totaal ander spelletje. Het is een veel kleiner veld dan de vorige wedstrijd. De Street Captains hebben hier nog niet eerder gespeeld. En dit is Isa. Isa en... cornerbal, glad. Isa probeert te schieten. Wordt nog niet ingespeeld. Joa blijft rustig. Pas op, pas op. Pas op, hè, voor het glad. En. Dames, we weten nu dat het glad is. Dat is onderdeel van straatvoetbal. Dus je moet daar rekening mee houden. We kunnen ervoor kiezen om nu de wedstrijd af te lasten. Een andere keer te gaan spelen. Of we gaan verder. Maar dan heb je wel dus het probleem dat je niet elke keer op volle sprint kan spelen. Wat willen jullie? Verder spelen? Oké, maar let op dan, hè, alsjeblieft. Ja, dat doet Isra wel slim. Speelt Lina in, hoog tempo. Ja, dit is Rosalie. Oeh, door de benen, maar wel balverlies. En uit, pas op, pas op, pas op, pas op. En Isa, goed ingespeeld. Nee, dat is doorzien. Rosalie. Oeh, balverlies. Isa probeert te schieten. Dit is Lina, ze gaat scoren. En je ziet het al. 2-0 en kijk die blijdschap. Zag je die blijdschap? Want ja, Street Captains hebben het niet heel makkelijk. Het is een klein veld, veel uitglijpartijen, maar het staat wel 2-0. Goeie steekpaas van Royen. En uit. Goed van Rosalie. Oeh, wat gebeurt daar? Wordt onder druk gezet, Isra, door Isa. Nu twee dames. Goed inspelen. Dit is Lina. Goede aanname. Oeh, mooi gedaan. Hè? Oeh, goed gedaan. En dan Isra. Hoi. Dan, hier is Summer. Summer. Uit. Oeh, daar is Rosalie. En, oeh, 3-0. Dit gaat wel veel te snel nu. 3-0, doelpunt te maken, Rosalie. Dit is Isra. Oeh, speelt hem in.
om op stammen in te spelen, maar heel goed verdedigd. Oh, wat een redding van Joa en Lina. Mooie actie. Goed ingespeeld, Sammer. En nu schieten. Oh, golazo! 4-0 voor de Street Captains. 4-0. Bijna Rowan met de doelpunt. 1 goal krijgen we Sudans. Oh! Het staat 5-0. Het gaat opeens super snel. We krijgen nu een shootout. Beide teams mogen de 1 nemen. Isra gaat de shootout nemen. En zij is daar meesterlijk in. Meesterlijk. 15 seconden de tijd. 3, 2, 1, go. Oeh, ze gaat weer die akka in de lucht doen. Ik voel het gewoon. Ik voel dat ze die akka in de lucht gaat doen. Oeh, ze gaat een lopje doen zelfs. Oei, oei. Ze wou er wat moois van maken, want ja, ze staan 5-0 voor. Ik dacht ze gaat akka in de lucht doen, maar ze wou chip. Oké, Isa, je krijgt 15 seconden de tijd. De shootout is voor jou. You got this. De eerste goal gaat nu een feit zijn. Kom maar. Oeh, ze heeft hem nog. Ze is uitgegleden. Dat is vervelend. Dat is voor alle teams is dat hetzelfde. Maar we gaan nu wel van kant wisselen. Om de 5 goals gaan we van kant wisselen. Dat gaan we dus nu doen. Goed gedaan door Roe, hè? Is er onder druk gezet? Ja. Oh, het is denk ik een eigen doelpunt. We krijgen nu een time-out. Dames, het gaat goed. Ik bedoel, het staat 5-1. Maar gaan jullie iets veranderen? Blijft de tactiek hetzelfde? Lina, zeg het eens. Nou, ik vind dat we het heel goed doen, want we bewegen veel. En dan is het heel erg lastig voor hun. Want ze weten niet wie ze moeten dekken. En dat, daardoor kunnen wij ook makkelijker voetballen. En ik vind het goed gaan. Ik wil gewoon zeggen dat ze die doelpunt van net gewoon mooi hebben gemaakt. Maar ja, wij hebben er al 5 gemaakt. En dan komen er nog 5 bij. Ze vond jouw eigen goal gewoon heel mooi. Oh, dat was per ongeluk. Jullie zijn nu gewend geraakt aan het veld. Hoe gaan jullie dingen nu anders aanpakken? Isa, jij mag het woord nemen. We gaan korter op de verdediging. Dus op de aanval van hun. En we gaan gewoon meer schieten en meer elkaar zoeken qua passes. Yes, helemaal. Yes, jullie zijn ready. Dan gaan we weer verder. Kom maar. Mooi ingespeeld. Oeh, glad daar. Samen. En. Wow. Uit. Goed ingespeeld. Dit is Lina. Lina tegenover Brechtje. Brechtje heeft het lastig daar. Isra gaat schieten. Goed geblokt door Rowan. Dit is Isra terug naar Joa, maar dat wordt een corner. Dit. Jada. Mooi gespeeld zeg. Mooi gespeeld zeg. Het is 6-1. 6-1. Trouwens, ik wil even laten weten. Tot nu toe is er nog geen ene overtreding gemaakt. Geen één. Besef hè, geen één. Er staat veel op het spel, maar nog geen één overtreding. Ik weet dat ik te veel aan het herhalen ben, maar ik ben er trots op. Let's go. Mooie kapbeweging Isra tegenover Rowan. Dit is Rosalie. Dit is Lina en een cornerbal. Bal voor de uitdagers. Dit is Jada. Oeh, balverlies gevaarlijk. Lina is wel super scherp vandaag.
Oeh, wat een kapbeweging van Rowan. Schitterend gedaan. Jada. Oeh, een hakje, maar ze zag niet dat Israël daar stond. Daar heb je Rosalie. En dan is het 7-1. 7-1. Dames, het staat 7-1. Maar het is straatvoetbal. Alles kan nog gebeuren. Ik zie kopjes omlaag gaan. Dat is niet de bedoeling. Come on. Isa, je kijkt boos. Hoe gaan we dit nou oplossen? Het staat 7-1, maar het is straatvoetbal en alles is nog mogelijk. Gewoon veel harder in duels. En probeer die linies meer dicht te houden van de tegenstanders. Dat hun niet loopacties de hele tijd kunnen maken. Rowan? Ja, veel dichter op je vrouwtje zitten. Want ze lopen nou, ze maken een actie, ze doen een loopactie en ze zijn voorbij. Dus die moeten veel beter binnenkant dekken. Oké, ik weet dat we nu in een serieus moment zitten, maar ik vind het best wel random dat gewoon achter jou een boodschappenkarretje is. Oh, op de paal, wat een schitterende schot van Summer. En dan Lina. Hij moet geraakt worden dan, hè Lina? Rosalie. Oh, Summer had daar moeten staan. 7-1. Oh, wat een 1-2. Schitterend gedaan en ook een goede redding. Isa probeert het van afstand. Joa. Goed ingespeeld weer. Hier hebben we Rosalie. Redding van Esme. Dit is een mooie actie. Daar is Brechtje. Oh, midden in het gezicht van Joa. Even wachten. Tu-ta-tu. Hij kwam midden in je gezicht. Sojo. Wojo, wat een sterke vrouw. Het is goed gedaan. Oeh, die telt niet. Hij is onderweg niet aangeraakt. Hij is onderweg niet aangeraakt. Telt niet. Achterbal. Dus even voor de duidelijkheid. Je mag dus indribbelen. Maar als je in één keer gaat schieten op goal, dan moet hij wel minimaal één keer aangeraakt zijn. En dit is een mooie actie weer van Lina. Joa met een mooie redding. Klem vast, Lina. Ze is zelfverzekerd, weet wat ze aan het doen is. Dit is schitterend gedaan. Daar is het. Isra. Gaat ze nog een beetje loskomen vandaag? Ja, dit is een mooie. Eerst spelen, Lina. Lina is sterk. Summer, Summer. Oh, 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 oh. Isa, die is sterk. Speelt hem in. Oeh, dit is toch echt zonde. Dit is echt zonde. Goed. Yes. Isra gaat schieten. Goeie blok van Rowan. Summer wordt onder druk gezet. Dit is, oeh, mooie schaduwbeweging. Oh, schitterend gedaan, Isra. Daar, schot, redding. Esmee gaat gewoon schieten. Waarom niet? Oeh, gevaarlijk. Joa is nog niet heel veel in problemen gekomen in deze wedstrijd. Rosalie, goed gespeeld. Maar Isa. Goeie redding weer van Joa. Ja, het staat al best lang 7-1. Isra. Rosalie. Lina. Oh, goed doorgespeeld. Oei, 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 oei. Het is 8-1. Isra, Summer gaat schieten. Summer. Isra. Isra, oei. Rowan pakt die bal heel goed. Isa, bal is uit. Street Captain's bal. Goed gespeeld. Uit. De meiden uit Roosendaal hebben het serieus lastig. Lina staat vrij. Oeh, wat een mooie doel. Oei, 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 oei. 9-1 en Isa is serieus gefrustreerd. We krijgen shootouts. Dat betekent dat het zomaar afgelopen kan zijn. Maar
Omdat het 9-1 staat voor de street captains, krijgen de uitdagers als eerste de kans om te scoren. Wie gaat hem bij jullie nemen? Sorry? Ik zal niet waarom, maar ik weet dat het zo is. Maar wel, ja, luister, je bent een team, hè? Je speelt niet in je eentje. Dus ik zou wel gewoon positief naar je team zijn in ieder geval. Wie gaat de shootout nemen? Roman zegt dat jij hem moet nemen. Oké, kom maar. Jada, ik gun jou echt een mooie doelpunt. Heel veel succes. Ik krijg 15 seconden de tijd. 3, 2, 1, go. Oh, door de benen van de keeper. 9-2. Lina, als jij nu scoort, is het klaar. Ja, ik ga niet veel druk op mezelf leggen. Ik ga gewoon proberen te scoren. En ja, we zien wat gaat gebeuren. Hoe kun je nou druk op jezelf zetten? Je staat 9-2 voor. Nee, omdat u zei van dit is, als je scoort, win je. Dus zeg maar de... Ja, maak er wel een mooie show van. Ja, ik doe mijn best. 15 seconden tijd. Ja, 3, 2, 1, go. Wow. Hij is binnen, hij is binnen. Hoeveel seconden hebben we nog? We hebben nog tijd hoor. Oh! Ja, Isa, ja, het is begrijpelijk. Hè? Als je verliest is heel teleurstellend. 10-2 is ook heel erg teleurstellend. Zij hebben wel een voordeel. Ze hebben al 2 keer gespeeld. Het is de 3e keer dat ze samen spelen. Hoe kijk jij terug naar deze wedstrijd? In het begin waren we nog best koud en waren we een beetje van dat het glad was en zo. We hebben wel een moment gehad, alleen ja, we zijn ook gewoon uiteindelijk werden we ook gefrustreerd door de uitslag en waren we ook niet meer zo met elkaar bezig voor plezier en zo. Brechtje, als er 1 speelster is van de tegenstander die een transfer mag maken naar jullie, wie zou je dan uitkiezen? Isra. Isra, en waarom? Ja, ze kan heel veel dingen. Ze kan gewoon heel veel dingen. Haar looptechniek en haar acties. Je weet nooit of ze naar buiten of naar binnen gaat. Ze is snel. Ja, snelheid. Dus ondanks de uitslag hebben jullie ook stiekem een klein beetje genoten van de tegenstander. Dat is hartstikke mooi. Doe jullie best. Ik bedoel, Lieke Martens, Jackie Groene, ze hebben echt niet alles in hun jeugd gewonnen. Ze hebben ook heel vaak verloren om uiteindelijk beter te worden. Ik blijf dit herhalen. Doe je best, blijf trainen. En wil je het beste uit jezelf halen, denk aan 3 dingen. Voeding, training, ontspanning. Remember. Lina, wat was jouw probleem vandaag? Een probleem? Wat heb je allemaal gedaan? Oh, ik zei het nog toen die bal, ik was ook niet aan het stressen toen die bal bijna uitging. Ik zei geen druk. Maar gewoon de hele wedstrijd, ik vond je echt niet normaal. Misschien kan Joel wat meer over jou zeggen. Ja, heel goed meewegen. Gewoon ook teamcoachen en overal gewoon vrijlopen, gewoon waar kan. Ze had alle ballen tegenhouden. Nou, zoveel had ze niet te doen, toch? Ja, maar alsnog ze is wel een goede keeper. Isra, ik vond jou ook heel stiekem heel erg goed. Wat vond je zelf? Ja, ik speel gewoon mijn eigen spel en dat is gewoon wat ik doe. Het spel, jouw eigen spel? Ja. Is van jou, niet van mij, maar van jou. Ja. Rosalie! Hoe ging het voor jou? Goed. Het was een beetje glad aan het begin, maar daarna we tikten heel goed met z'n allen. En dik gewonnen. Het was een beetje glad. Ja. Ja, beter glad dan gladde praatjes. Ik noem geen naam. Sammer. Wat wil je zeggen naar je team? Ja, hun hebben het echt heel goed gedaan. Ja, we hebben het heel goed gedaan, vind ik. En we hebben ze wel gewoon een doelpunt gegeven. Vind je dat niet aardig? Ja, 2, toch? Ja, maar ja, half. 1,5. 1 hebben ze zelf gedaan. Ja. Ik hoop dat je ook hebt genoten van deze wedstrijd met schitterende goals, schitterende acties. En word lid van een voetbalclub. Dames, meiden, word lid van een voetbalclub. Er zijn er al heel veel, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ik zou zeggen, abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Klik daar om de laatste video te zien. Klik daar om lid te worden, gratis, van FC Straat. En een dikke shout-out naar mijn buurman, want hij geeft nog steeds wifi elke dag. Peace. Hey.